Zomaar even een videootje over een andere scooter. Ik heb deze, die staat even in de wacht. Ik wacht nog op een draadboom. Mensen zijn op vakantie. Ja, dat kan. Nou goed, ik kan hem gewoon opbouwen. Hè. Kijk, zo zit het in elkaar met die controle. Die zijn allemaal van de motor. En dit zijn mijn stroomkabels. Die gaan ook naar de controle toe. Dus die hangen hier. Ja, en hier komt een draadboom aan. Dat is voor de aan-uit verlichting enzovoort enzovoort. Die moet dan hier doorheen. Dus even geduld hiermee. Maar het gaat om een ander scooter. Ik wil even laten zien. Ik weet of mensen hem kennen. Dit is de Inca. Inca is Inca uit Emmeloord, die is failliet. Ik heb er nou toevallig eentje. Ook voor reparatie. En ik ben alles aan het veranderen. Eigenlijk aan het verbeteren. Er zijn wat dingetjes wat ik niet mooi vond eigenlijk. Ik vind de kleur, ja, ook een beetje... Ja, ik weet niet, het is een beetje paarmoergrijs, lijkt het wel. Dus de Inca Sprint Plus. Die had een defect. Ik heb hem bijna klaar. En hij is iets sneller. Normaal gaan ze ongeveer 35 km per uur. Sommigen staan op 15 km per uur. En deze gaat nou over de 40 km per uur. Prima dingetje. Zit goed, rijdt goed. En dan ook nog zonder helm. Iets voor de jeugd eigenlijk. Nieuw prijs is niet... Dat is niet leuk als je dat weet. Nou, het mooiste is, ik heb... waar zal ik mee beginnen? Dit was de originele koplamp. Dit was al LED, maar... Ik vind het een beetje ouderwets LED. Dus van de voorkant. Ik weet niet waar die vanaf komt. Ja, van deze scooter, maar... Waar je die kan krijgen, maar ik vind hem niet mooi. Ik heb nou een andere LED erin gebouwd. Met een lens. Net een poppetje met twee ogen en een mondje. Maar dit is super fel s'avonds. Dus net als deze verlichting hierboven. Volgens mij 6000K noemen ze dat. Ik zal hem even aandoen. Zo. Pan aan. Ja, nou is het niet donker dan. Ik kan hem even zo doen. Dan zie je een streep daar, maar dit is echt fel s'avonds. Dat valt echt op. Maar gewoon ook duidelijk zicht, hè. Ik heb die andere nog ineens geprobeerd, maar ik vind deze alleen niet mooi, hè. Maar ook gewoon, ja, ook betere verlichting. De richtingaanwijzers heb ik ook veranderd, die waren ook niet mooi. Iets met chroom of zo. Ik heb eigenlijk alles wat chroom is, net als, dit is allemaal zwart geworden. Zwarte inbusjes. Dus ik ontchroom hem eigenlijk helemaal. Ik vind die mooi. Dus maakt hem ook wat stoerder. Dit zijn de richtingaanwijzers. Die heb ik erop gezet. Het ziet er veel mooier uit dan die chrome. Ja, ik heb ze al weggegooid. Ik vond ze lelijk. En achter. Kijk. Achter was ook anders. Nou, hoe ziet het er nu uit? Kijk. Dit ziet er wel mooi uit, zo. Maar dat was ook anders. Daar zat een kapje overheen en er waren gloeilampen. Doe even de verlichting aan weer. Even kijken, waar hebben we het kapje gelaten? Nou, ik heb hier nog eentje. Daar zat hem. Zie je een beetje... Daar zat gewoon een plastic kapje achter. Vond ik niet mooi. En die gloeilampjes, nou ja. Ik kan het niet meer laten zien, maar... Dit was origineel. Ja, ik vind het niet mooi. Ik vind het niet mooi. Ik heb daar LED ingezet. Mooi LED-lampje. En dat vind ik veel mooier. Ook duidelijker ook, hè. Stoer of niet? Ja, vind ik wel. Zie je, dat is dan mooi. Ja, ik vind het dan een mooie scooter. Heeft wel wat. Remlicht heb ik ook veranderd. Deze remlicht. Ja, dat zie je niet misschien. Dus een brede remlicht. Als je remt, dan flitst die. Kan ik nu niet voordoen, ik kan die niet weg, maar die valt gewoon lekker op. Want dit is het originele. Die brandt alleen maar, gaat uit. En dit is dan achteruit verlichting. Nou, dat vind ik niet nodig. Maar goed, remlicht is denk ik wel belangrijk, maar ook dat het opvalt. Deze, wat heb ik volgens mij verteld? Deze scooter loopt naar 40 km per uur.
ik denk iets harder. Hartstikke mooi. Fijne scooter. Je ziet er niet zoveel van, want volgens mij is dit nummer 354. Ja, daar rijden dan 350 rond, maar of ze nog allemaal rondrijden, ik zie er maar nog maar weinig. Maar zoek je een snelle scootmobiel zonder helm, dan moet je zo een kopen, als je er eentje kan vinden. Deze komt te koop, maar ik ben nog niet meer klaar, want hier zit nog een rek op. En die was een beetje onbenullig, stak er een beetje uit. Dus ik ben hem even iets aan het versmallen, ietsjes kleiner maken, dat het een beetje past, dat hij een beetje in deze lijn loopt. En die andere, die rek, die ja, een soort bagage dragen, die stak te veel uit. Dus ik ga allemaal dingetjes verfijnen eraan. Net als deze zwarte schroefjes allemaal, al het chroom eraf. Hier zitten ook nog twee lampjes, die ga ik ook vervangen. Die zijn onderweg. En deze vind ik dan ook niet mooi. Vind ik ook ouderwets. Er komt er eentje met een mooi groen met een pijltje van linksaf, rechtsaf. Zie je? Linksaf. Deze is geel, geel-oranje beetje. Nou. Digitale teller. Er zitten twee echte lomperikken van accu's in. En de motor waar je u tegen zegt, die motoren zitten ook in heftrucks, in stapelaars, golfkarretjes, een dikke motor. En die worden gebouwd in Italië. Dus best wel mooi. Kan het even laten zien? Even kijken. Ja, kan het even laten zien. Ik heb de binnenkant nog niet schoongemaakt. Dat moet ik nog doen. Maar ik ben nog bezig met de bedrading. Twee lummels van de accu's. Echt heel hoog. Nou, dit is die motor. Nou, dat is een knappe motor hoor. Heel goed ook. Nou, wil ik nog even laten zien. Dit is de controller. SME. En die kun je uitlezen. En die kun je alles aanpassen en zo veranderen. Moet je wel weten wat je doet, maar dit is pas de controller. En daar heb ik software voor, dus ik kan hem gewoon uitlezen. Origineel. En kun je alles mee regelen, laat me zeggen. Als je weet wat je doet. Dus, nou. Hij kwam weer uit. Oh ja, stuurvorming zit er ook nog op. En sommige heb je ook nog met cruise control. Dat kan ook. Dus gas erop en dan zet je cruise control aan. Dan ga je 40 km per uur ga je gewoon, laat me zeggen, zonder handjes. Dat kan natuurlijk niet, maar dat kan, is mogelijk. Maar dit is stuurverwarming. Hier zit de knop. De handvaten zijn ook iets dikker. Ik heb alleen een voorrem. Hij remt eigenlijk op de motor, zoals de meeste scootmobielen. En dit is een onderkoppeling. Dus wil je een snelle scootmobiel, dan moet je eigenlijk zoeken naar deze. Ja, ik heb hem eigenlijk zo staan. Oh, ja. Ik weet niet of mijn camera meedraait. Oh, zo. Zo zit hij. Kijk. Dan is dat deze. Zie je? Het is echt een, laat me zeggen, een sprinter. Voor afstanden. Nou. Ik vind hem leuk. Ja, ik vind hem wel grappig. Of je kunt hem mooier maken. Nou oké, okay, dit was het. Dit was het even weer. Ik kom later terug op die groene. Maar ik moet even geduld hebben.